Zullen we zo de rekening eens vragen? Ja, is goed. Het was mijn beurt deze keer. Ah, oh, dat meen je. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Die zit nog in mijn andere tas. Oh, toevallig. Nou, dan betaal ik nog wel een keertje. Geen probleem. Dan heb ik wel nog twee etentjes van je te goed. Mark, heb je even twee tellen? Ja, tuurlijk. Wat is er? Ja, ik had een verlofaanvraag ingediend voor over 3 weken, maar die heb je afgekeurd. Dus ik vroeg me af of er een probleem is. Mijn beste vriendin gaat die dag trouwen. Ja, dat was op 22 mei toch? Dat is precies de dag van de grote audit. En Paul is dan ook net met vakantie, dus we hebben jou wel echt hier nodig die dag. Hé hey Paula, sorry dat ik niet meer ben gekomen hoor gisteren, maar ik had zo'n ellendige dag met de kinderen dat ik om 8 uur mijn bed in ben gedoken en eigenlijk totaal niet meer aan je feestje heb gedacht. Was het wel gezellig? Ja, ik vroeg me al af of je nog wel kwam. Ja, het was heel gezellig, best wel druk en wel laat geworden. Maar wat is er met de kinderen dan? Hebben ze toen toch niet ook al buikgriepen, hè? Want wij zijn net allemaal aan de beurt geweest hier.